Ik wil niet van even op de stelling reageren. Ik ben het ook niet heel erg volledig bij Griet of oneens. Want het heeft de gebiedsontwikkeling, denk ik dat in sommige gevallen gewoon toch een goede oplossing is. Dat je moet zeggen dat nooit meer nodig is, grootschalige gebiedsontwikkeling. Ik vind wel dat er een aantal dingen aan moeten veranderen. Wat ik in Arnhem heel erg sterk zie, is dat er een ontzettend sterke grens wordt getrokken tussen wat eigen gebiedsontwikkeling hoort en wat niet. En zelfs als we grote ontwikkelingen in de binnenstad doen, zoals in Rijnboog, dan is er een soort papieren juridische grens. Financieel heel sterk is. En dan krijg je hele rare dingen dat je bijvoorbeeld wel in staat om een kunstcluster te bouwen, kenniscluster van een aantal miljoen. Maar dat bijvoorbeeld elk jaar tot kort geleden een discussie ontstond over wel de kerstverlichting in de binnenstad betalen. Dus ik zie een enorme scheefgroei tussen wat in een gebiedsontwikkeling mogelijk is en wat in een bestaande stad mogelijk is. Dat zie je ook hier voor de deur. Aardvarken, de kennisklus van het meegemaakt. Voor het kennisklus staat een hele mooie bank, die is dus onderdeel van de gebiedsontwikkeling. En voor het geld van die bank hadden we bij spreken drie partoktuinen, exclusief aardvarkens, aan kunnen leggen. En als je dan ziet hoe ontzettend veel moeite het kost om die omgeving van dat aardvarken goed te krijgen, dat is een hele rare, eigenlijk schizofrene manier waarop de gemeente mee omgaat. Zie jij oplossingen waarin je dit soort dingen wel beter kunt verdedigen? Ik denk dat we in de organisatie van zo'n grote projecten moeten kijken of we de grenzen iets minder strak kunnen definiëren. En misschien is dat ook al in het geval van Schuitgraaf, dat je ziet bij Schoorlijn is een enorme grens. Aan de ene kant zit alles in exploitatie, dat kan van alles. Aan de andere kant, aan de kant van de velden, daar kun je helemaal niets doen. En dat is gelijk van wat hele vervelende. Maar weet je hoe het komt? Dat je daar wel achter bent. Waarom dat zo is? Waarom het dan wel kan in dat project, dat er dan wel allerlei dingen opeens kunnen en dat dat in de bestaande dat niet meer? Ja, omdat wij altijd heel erg vasthouden aan de exploitatie. Juist, je kunt volgen naar het grond. Op het moment dat je hebt gezegd, dit stuk grond is een project, kun je volgen met die grond. Dan kun je boekwaardes gaan gebruiken en dan kun je ook kosten gaan opboeken. Dan heb je opeens een stuk grond, daar heb je een boekwaarde aan toegekend. En daar kun je dus geld aan geven. Het is eigenlijk lenen wat je dus stiekem doet. En dat is eigenlijk wat daar misgaat. Daarom houden we nu ook stukken grond op hele gekke plekken waar we dan blijkt ook een boekwaarde te liggen. Dan kom je dan achter als je het ergens wat wil. Dan ga je speuren, maar dan blijken er allemaal wat op te zijn. Dat was dan ooit een project. Ja. Ja, en dat zorgt voor heel raar. Ja, maar als jij zegt, want jij bent ook, ik heb het over het einde van zeg maar, de project natuurlijk in die zin dat je gaat kopen met grond en kopen met budgetten, dan zou dan wel een oplossing, als je dat dan niet doet, en hoe kom je dan überhaupt tot een verbetering van de openbare ruimte als in de bestaande gebieden? Nou, ik denk dat Luc daar heel goed werk in doet, doordat hij laat zien dat als je de openbare ruimte vereenvoudigt, dat die dan heel prettig te ervaren is. Maar heeft ook als voordeel dat je daar ook kostenbesparing mee kan bewerkstelligen. Het onderhoud daarvan, het eenvoudig ingerichte openbare ruimte, is ook eenvoudig te onderhouden. Maar je moet wel zorgen dat je dus budgetten blijft houden, ja, netjes houden. En waar je heel erg op moet letten. Kijk, Luc maakt een mooi ontwerp, wordt uitgevoerd. Maar het ligt er nog niet of er komen weer anderen en die willen dat dan weer verrommelen met hekjes en toestanden. Ja, daar moet je dus keihard in optreden. Maar je zegt dat de gemeente moet daar budgetten voor hebben, maar er is een programma, laat het gewoon beter, maar dat is heel erg uitgesmeerd maar over jaren. Dus daar gaat het niet zo heel erg goed mee, dat budget. Ja, dat valt binnen mijn portefeuille, dus ik wil daar wel wat over zeggen. Wij hadden altijd een inhaalslag te doen, daar zijn we hard mee aan het werk. Maar de budget op het moment laat het niet toe om extra dingen te doen. We brengen alles terug in basiskwaliteit. En op die manier zorgen we er toch voor dat in 2019, rond die tijd, alle wijken weer in basiskwaliteit zijn. Dus, wat is basiskwaliteit? Ja, wat is basiskwaliteit? Rechte stoepen, goede bestrating, goede verlichting, goede speelgelegenheid voor kinderen als dat er moet zijn. Gewoon een kwalitatief goede openbare ruimte. En daarin hebben we nog een keuze gemaakt. Want in tijden om bijvoorbeeld slechte financiële toestanden,
Dat heb je ook een beetje gezien in het begin jaren 80. Dan heb je heel gauw de neiging om bijvoorbeeld met de tonklinkers te gaan werken in plaats van met gebakken steen. Gebakken steen heeft een veel hogere kwaliteit, gewoon ook uit beeldkwaliteit. Daar blijven wij voor kiezen. Maar bijvoorbeeld de inrichting van het straatmeubilair, daarvoor zeggen we dat laten we nu dan eventjes wat achterwege. Want in tijden dat het beter gaat, kun je die bankjes en dingen er zo makkelijk in zetten. Maar zorg dat je basiskwaliteit hoogwaardig blijft. Vanuit die optiek kijken we dus naar de stad. Oké. Okay. Ja.